Goed, we hadden het er nog even over. No Beard Day. Ik was totaal niet op de hoogte, maar ik mag hem wel gewoon houden. Jij mag hem houden. Gelukkig. Ja, maar vanavond gaat hij eraf. We hebben het er straks over. Na de uitzending. Zorgwekkende veranderingen bij het Triant. Ze zijn in volle gang. Dit houdt de gemoederen bezig in elke laag van de bevolking. We gaan hierover in gesprek met Frank Kroeze. En ook Jan-Willem van der Kolk zal aanschuiven. Maar we starten met muziek, ja, zoals altijd. We starten met muziek. Josien Bakker is vandaag bij ons. En ze zingt eigenlijk alleen maar in het Gronings. Welkom, Josien. Hoi. Als het lijkt alsof geen ene door die kijkt, als du denkt dat elke ooit die soms ontwiekt, leun op mij. Als de kleuren dijst du droogst nooit van diep in, als de dingen om die weer vuil te grappen, leun op mij. Kom maar hier en leun op mij. Kijk nooit terug, maar kijk naar mij. Al dit wat het lijkt alsof gooi neune om die geeft. Als toen ooit bij woest voor ons toe eigenlijk leeft, leun op mij. En als die nacht gebroken is, dankjewel. We zullen die straks weer terug. Hè? Ja. De volgende gewoon ook in het Gronings, of niet? Jazeker. Ja? Ja? Goed. Tot straks. Tot straks. Inmiddels aangeschoven Frank Kroeze en Jan-Willem van der Kolk. Welkom, heren. Dank je. Dankjewel. Jan-Willem, Veendam stopt ambtelijke samenwerking met Pekela. Wat is er aan de hand? Ja, beide partijen, beide colleges in ieder geval en ambtelijke apparaten kunnen niet goed met elkaar overweg, kunnen niet de samenwerking echt verdiepen. En dat is, ik denk voor hun heel erg teleurstellend. Want een aantal jaar geleden zijn ze een samenwerking opgestart. Hè? Pekela en Veendam vonden zichzelf te weinig robuust, zoals dat heet. En de ambtelijke organisaties zijn met elkaar verweven. En dat gaat men nu weer uit elkaar halen. En ik heb het ook gelezen. En dat is toch wel heel belangrijk nieuws in Oost-Groningen. Want het is eigenlijk de zoveelste teleurstelling van samenwerking die niet slaagt. Overal in de provincie zie je nu herindelingen ontstaan.
Ik heb zelf gewerkt in Bedum, dat is opgegaan in het Hoge Land. Vandaag ben ik in Westerkwartier geweest, bestaat uit 4 gemeenten. En hier zie je dus dat die samenwerking heel moeizaam van de grond komt. En zelfs in het geval Veendam en Pekela weer een stap terug neemt. Ja, ook even voor de duidelijkheid voor de kijker. Je zit hier niet namens Veendam of Pekela, je zit hier als politiek kenner. Ja. En dat, ja, de reden dat we je ook uitgenodigd hebben, uiteraard. Dat doe ik graag. Om daar met ons over mm-hmm. te praten. Mm-hmm. Ja. Hoe reageerde Pekela daarop? Pekela reageerde teleurgesteld en ik meen Veendam ook wel. Dat heb ik in ieder geval meegekregen. Ik vond de reactie van de gedeputeerde eigenlijk heel erg teleurstellend. Daar heb ik ook over getwitterd. Zij reageerde, vond ik, redelijk mat en een beetje langmoedig. Zoiets van, de stap die nu wordt gezet is misschien nodig om weer een nieuw ontwikkelingsperspectief te schetsen. Nou, de provincie heeft een aantal jaren geleden gezegd dat er hier een forse herindeling zou moeten komen. Ik denk ook, als je kijkt in de situatie in Oost-Groningen, hier staat leefbaarheid onder druk, samenwerking staat onder druk, ook het perspectief van Oost-Groningen, we gaan het zo dadelijk hebben over het ziekenhuis. Je ziet gewoon dat dit gebied, dat het met dit gebied minder goed gaat. Het staat ook minder op de agenda. Ik heb zelf gewerkt in de regio Groningen-Assen en dan merk je gewoon heel erg duidelijk dat Oost-Groningen wat minder op de kaart staat. En daar hebben ze ook voor een deel aan zichzelf te wijten, denk ik. Als je in Den Haag komt, dan zeggen men, dat akkoord van Westerlee, 10 miljoen euro, die het blijkbaar niet waard was om er samen uit te komen. Dat zijn dingen die niet goed zijn voor Oost-Groningen. En dan zie je nu weer de samenwerking Veendam-Pekela stranden. Dat is een stap terug en er moet hier echt wat gebeuren. Daarom vind ik ook dat GS echt aan zet moet. Die moet met partijen om tafel en hier moeten stappen worden gezet. Het kan niet zo zijn dat een waarnemend burgemeester in Veendam, die er al 6 jaar waarnemend is, weer dat verlengt voor een periode van 6 jaar. Dat is niet de afspraak. Zo ben je niet ingestapt met elkaar. En er moeten nu stappen worden gezet om Oost-Groningen echt op de kaart te zetten en te houden voor de komende jaren. Anders komt het hier gewoon niet goed. Nee. Ziet u het positief in? Nou, niet direct dus. Ik denk dat de schouders er echt onder moeten worden gezet. Sommige mensen die zijn geneigd om de problemen te bagatelliseren. Maar als je kijkt bijvoorbeeld in Stadskanaal met krimpen, een teruglopende bevolking, een economische krimp ook nog een keer. Daar waar alle gebieden groeien, zie je een Stadskanaal economische krimp, notabene. Ja. Bebouwing die niet van de grond komt. Voorzieningen die onder druk staan. Nou, dan denk ik, jongens, het is echt alle hens aan dek. Vroeger was je de tweede gemeente in de provincie Groningen. Toen kwamen ook heel makkelijk binnen. Het was ook wat eenvoudiger, hoor. Via de partijlijn van het CDA en ook via de Partij van de Arbeid kon je wat lijnen telefoontjes plegen. Door de versnippering is dat ook ingewikkeld geworden. Maar dat betekent juist dat je echt samen moet optrekken. Dat je elkaar moet vasthouden en dat je er ook uit moet komen. Zo'n akkoord als Westerlee, dat mag eigenlijk gewoon niet gebeuren. Dan zegt het Rijk ook van, ja jongens, we gaan er niet een tweede keer veel energie aan besteden. Nee. Dat is wat je nu hoort. Ja. Zo'n gemeente als Pekela, die heeft ook wel de focus op die herindeling. Ja. Zou een herindeling met Stadskanaal mogelijk kunnen zijn? Dat kan natuurlijk. Hè. Colleges gaan daar en raden gaan daar primair zelf over. Ik denk de bestuurlijke fusie Veendam-Pekela in de Stadskanaal was kantje boord. Hè. Er was een meerderheid in Pekela, een meerderheid in Stadskanaal. Maar door de opstelling van gemeentebelangen Veendam en de SP in Veendam is dat toen niet doorgegaan. Dat is dus best precair. Je moet dus ook op je hoede zijn en scherp zijn. De samenwerking, bestuurlijke fusie van het Hoge Land, die werd in 1 week beklonken. Doordat partijen op een gegeven moment zeiden, nu is de tijd rijp voor, nu gaan we doorzitten. Dus je moet echt stand-by zijn met z'n allen op dit moment. Ja. En dan kan het ook heel snel gaan als je echt wil. Ja. Ja. Er is veel onrust in onze omgeving. Mm-hmm. Hè? We hebben daar natuurlijk al vaker over gesproken. Ook een van de redenen is dat Frank Kroes is aangeschoven. Mm-hmm. Chirurg van Triant, Faya. Deelt u de mening van Jan Willem? Dat we hier de schouders onder moeten en dat we een regio onder druk zijn. Ja, die mening deel ik. En dat zie je aan meerdere dingen. Ik denk, even heel kort, mijn perspectief. In 2006 ben ik hier gekomen. Ben ik hier komen werken. Sindsdien altijd werkzaam geweest. En we zien dat deze regio voor een deel niet mee kan met de maatschappij die om ons heen verandert en verder differentieert en waarin dingen anders worden. En dat betekent dat we samen moeten zorgen dat we hier de zorg op een goede manier houden, maar daarmee ook de gemeentelijke apparaten en dergelijke zo bij elkaar brengen dat we leefbaar zijn. En de hele kleine partijen, die krijgen het in heel Nederland gewoon steeds zwaarder. We hebben iets meer massa nodig, een beetje wat Jan Willem ook zegt. Toen we tweede gemeente van Nederland waren, van Groningen waren. Toen was het wat dat betreft een stukje simpeler. En we zitten in een krimpregio. En krimp zet de boel onder druk. Ja. Ja.
Je zegt, je bent in 2006 weer begonnen in de FAIA. Als je nou terugkijkt, hè, 2006, en je zet dat tegenover 2018, 2019. Wat is dan je gevoel? Wat zijn de belangrijkste verschillen als je het hebt over het werken in het ziekenhuis? Ik wil net zeggen, het ligt een beetje aan welk perspectief je dat wil neerzetten. Maar als ik dan in 2006 kijk. In 2006 gingen hier alle chirurgen weg. Dat is een hele bijzondere situatie. Ik kom bijna niet voor in Nederland. En ik vond dat heel mooi, want ik was eigenlijk een jong ondernemend chirurg. En toen zijn we met z'n vieren hier dus van scratch begonnen. Want eigenlijk lieten de mensen een leeg huis achter. En dat hebben wij weer opgebouwd. Vervolgens hadden wij een generatie die al heel snel inzag dat wij allemaal veel meer zouden gaan weten van een veel kleiner gebied. Want als jij tegenwoordig iets aan je lever hebt, wil je een chirurg die daar gespecialiseerd op is. Als jij een bot breekt, wil jij een chirurg die daar gespecialiseerd is. En niet alleen maar als je dat toevallig kan plannen, maar eigenlijk 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Dat is wat je graag wil. En dat betekent dat wat ik heb gezien nu, is dat wij als chirurgen van 4 naar 24 zijn gegroeid. Wij doen inmiddels met 1 grote groep, zorgen wij voor de mensen in Drenthe en Zuidoost-Groningen over de regio Assen, Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen. En dat betekent dat wij eigenlijk, stel u breekt je hielbeen, dan kun je bij ons terecht, want wij doen er net zoveel per jaar als bijvoorbeeld het Academisch Ziekenhuis. Ja. En dan kan je dus zeggen, als wij zeggen de zorg is veilig bij ons, en je komt bij ons achter de deur, is ons apparaat groot genoeg dat wij je ook de beste zorg kunnen leveren. Maar dat betekent dat je voor een deel van die ingrepen eigenlijk wel 400.000 man achterland nodig hebt. Ja. En als we dan even gaan tellen, dan is Drenthe en Zuidoost-Groningen dan al een heel deel één compact nest geworden waarvoor je samen wil zorgen. En wat wij nou willen en waar we ook mee bezig zijn, en dat willen we ook zo graag benadrukken, daarom was ik ook blij met jullie uitnodigingen om dat hier de mensen nog een keer te kunnen zeggen. Wij willen eigenlijk dat daar waar die specialistische zorg nodig is, dat je die op de beste manier krijgt. En dat betekent soms ook, ik als chirurg bijvoorbeeld, dat ik een team nodig heb wat dat vaak genoeg doet. En dat betekent dat je soms voor de truc, zeg maar, de operatie of een specialistisch onderzoek tegenwoordig wat vaker moet rijden, omdat we dat niet meer overal kunnen aanbieden om het op het hoogste niveau te doen. Maar we willen dat je voor de poli overal terecht kan. Dat je zo snel mogelijk weer dicht bij huis kan herstellen. Dat je, zeg maar, voor de spoedeisende hulp, als je denkt, is mijn enkel kapot of niet? Dat je gewoon terecht kan. 7 dagen per week. Dus al die dingen blijven. En laten we dat ook vooral niet vergeten. Wij houden hier, we denken zo ongeveer 80% van de zorg intact. Ja. Je kunt het aan tafel natuurlijk heel, heel rustig ook uitleggen. Hè? Ja. Kijk, de inwoner van Stadskanaal en omstreken is er zeer emotioneel bij betrokken. Snap ik. Vandaag stond ook in de krant dat Emmen bezig is zelf. Emmen wil ruimbaan maken voor de uitbreiding van het Schepenziekenhuis. Ik bedoel, daar zal natuurlijk ook weer op gereageerd worden. Denkt u niet dat mensen in Stadskanaal zich dan behoorlijk in de steek laten voelen? Als ze dat lezen. Ja, ik snap het. Moeten we even ook 2 dingen uit elkaar halen. Het feit dat de gemeente rekening houdt met een uitbreiding op locatie Emmen wil nog niet zeggen dat het ziekenhuis diezelfde koers op dit moment vaart. Nee. We moeten natuurlijk een stuk uitbreiden in Emmen. Als de spoedeisende hulp, zeg maar de acute opnames, stoppen in Hoogeveen, maar ook in Stadskanaal, betekent het dat een deel van die mensen die acuut opgenomen werden nu op een andere plek terechtkomen. En dat is samen, is dat bekeken en ook veilig bevonden tot met de gemeentes, maar ook tot op provinciaal niveau en zelfs tot in Den Haag, dat we dat dan her moeten verdelen. En dat betekent dat Stadskanaal, want daar zitten we hier nu mede voor, dus laten we daar toch een klein stukje ook een focus op leggen, dat dat een ander soort ziekenhuis wordt. En dat wordt dus een weekziekenhuis, waar je voor de polykliniek continu terecht kan, waar ook gewoon al die specialismen blijven, waar je voor dagbehandelingen terecht kan en waarvoor je een deel voor de electieve zorg terecht kan. Want ik leg mensen dus nu al wel uit, als iemand in Stadskanaal tegenwoordig als vrouw, en niemand gunt dat, maar stel dat je hebt onzekerheid over een knobbeltje in je borst, hebben wij nu al een paar jaar geleden gezegd, dat doen we op 1 plek. En dat doen we net zo goed als de beste van Nederland. En die mensen gaan dus 1 dag naar Hoogeveen. Maar andersom, als je in Hoogeveen je elleboog breekt, toevallig een van mijn expertises, komen die mensen 2 dagen naar hier om geopereerd te worden. En dan doen we daar de rest van de zorg weer van in Hoogeveen. Ja. En dat zal toch een stukje de toekomst zijn
waar we samen aan moeten wennen. Ja. Maar zoals de spoedeisende hulp, die is verdwenen. Ook in de weekenden. Hij wordt omgevormd. Omgevormd. En dat is denk, nee, maar dat is denk ik een heel ja. mooi bruggetje om het heel eventjes over te hebben. Dat betekent voor heel veel kleine traumatologie kun je er gewoon terecht. En dan zegt de mens van, ja, maar hoe weet ik nou wanneer ik waar terecht moet? Tenminste, ik vermoed dat dat een van de dingen is die de gemiddelde burger ontzettend bezighoudt. Nou, als je dat probeert heel simpel weg te zetten. Als je een letsel hebt waarvan je denkt, ik moet dit laten beoordelen, want het is misschien ernstiger dan dat ik denk, maar ik zou hier normaal niet voor mijn huisarts bellen, of ik zou hier normaal niet voor de ambulance bellen, dan kun je daar over het algemeen prima mee op die spoedpost terecht. Ja. Als je echter het ernstiger hebt, hè, dan heb je of een contact met je huisarts, of een contact met de ambulance, en die zijn volstrekt op de hoogte waar je heen moet. Ja. 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 Dus, maar voor mensen is dat dus best spannend, hè? Ja. Waar ze belanden. Ja. En ook of ze er überhaupt bezoek kunnen krijgen. Ik ken ook iemand die werd opgenomen in Hoogveen. Nou, kinderen hebben haar een week lang niet kunnen bezoeken, omdat er gewoon geen goede vervoersverbinding was. Ja. En dat geeft iets van die ongewisheid aan, van die onzekerheid. Ja, van wat staat er allemaal op stapel en waarom gebeurt het überhaupt? Een paar jaar geleden begon de fusie en toen was het uitgangspunt, we bewaren 3 volwaardige ziekenhuizen. Zo heeft het ook in de krant gestaan. Zo is mij dat ook verteld als bestuurder. En je ziet nu zaken gebeuren waarvan, ja, waar mensen zich denk ik ook best zorgen over maken. Je leest in de krant, om nog een voorbeeld te noemen, 500 FTE die geschrapt moeten worden. Terwijl daar aan de andere kant afgesproken is, 80% van de zorg blijft overeind. Er komt een instituut voor gespecialiseerde ouderenzorg. Hij staat er alleen maar, jammer genoeg dan, blijkbaar nog niet. Maar mensen zijn, ja, zien dat met angst en beven wel tegemoet. Nou, ik denk dat het belangrijk is om... Ik snap die zorg en daar kunnen we zo ook graag nog even over hebben en een stukje op uitdiepen. Maar een van de dingen waar we denk ik naar moeten kijken is, we hebben dan het gevoel waarom wij hè, en waarom hier. Dat is heel menselijk en dat vragen wij ons dan ook allemaal af. Maar de problematiek die wij hebben ondervonden en waarvoor wij de zorg in de regio, dat is zeg maar de groep mensen die heeft gekeken hoe we de zorg kunnen herverdelen als er 2 spoedeisende hulpen omgevormd worden naar die basisspoedpost en wat dat betekent. Mm-hmm. Dat is allemaal gestoeld op tekorten in de zorg aan personeel. En daarin zijn wij niet uniek. In Tilburg, een grote stad, gaan ze van 2 naar 1 spoedeisende hulp, omdat ze het personeel niet kunnen krijgen. De Haga ziekenhuizen gaan van 3 naar 1 locatie, midden in Den Haag, omdat ze het personeel niet rondkrijgen om het op 3 te blijven doen. En dat is ook een van de redenen dat wij als Triant gedwongen worden om anders naar de toekomst te kijken. De hoeveelheid dingen die je moet doen op het kwaliteitsniveau, zoals we dat in Nederland willen hebben, maakt dat je op sommige gebieden te dun bevolkt bent. Ja. En dat je daarin keuzes moet maken. Maar en dat het een stuk angst meeneemt, dat snap ik. Maar de zorg moet overeind blijven. Ja. De raad is deze week geïnformeerd door de directeur ambulancezorg Groningen. Ja. Die zegt van ja, er komt nog een ambulance bij en ondertussen garanderen we de kwaliteit. Maar ondertussen... zijn mensen bang voor scenario's als dat er gewoon onvoldoende ambulances zijn? Ja. Het ene in Scheemde is, het andere in Emmen, weer een eentje in Assen. En de aanrijdtijden natuurlijk. Ja. Ja. Maar voor de helderheid, daar is naar gekeken. Hè. Diezelfde commissie die nu al een jaar bij elkaar is, Zorg voor de Regio, heeft ook het ambulancevervoer meegenomen. En het ambulancevervoer is een heel dynamisch iets, moet je je voorstellen. Die auto's die zijn eigenlijk de hele tijd aan het rijden. En die hebben dus een centrale post die zorgt dat gebieden niet leegvallen. Dus als er 2 ambulances hier moeten zijn, terwijl er normaal daar maar 1 is, schuiven anderen alweer op naar tactische posities. En daarop is gekeken en is ook toegezegd dat er voldoende personeel en voldoende auto's zijn om dit veilig te doen. En dat is getoetst tot in het ROAS. En dat is dan het orgaan wat daarover gaat voor de noordelijke provinciën. En die zijn weer verantwoording schuldig aan Den Haag. Ja. Jan-Willem, jij haakt al steeds even in het gesprek. Dat is heel fijn. Jij staat dichtbij de inwoner van Stadskanaal. Je spreekt ze. Mm-hmm. De emotie van de burger is hoog. Ja. Het verhaal zoals Frank dit nu uitlegt, kan de inwoner dat snappen en de emotie dan ook buiten beschouwing laten denken? Nou, ik denk dat het goed is dat het verhaal uitgelegd wordt. Ja. En dat de argumenten verteld worden. Tegelijkertijd vind ik ook dat er een aantal dingen wel missen. Ik mis, dat heb ik al eens vaker gezegd, maar ik vind dat de commissaris van de Koning zich veel meer moet uitlaten over dit gebied bijvoorbeeld. Hè? Want het gevaar, dat gaat echt veranderen.
Je ziet dat het gebied onder druk staat. En ik lees weinig over een programma, over compensatie, over waar het naartoe moet met de veenkolonie. We krijgen ze dadelijk wel, maar dan trek ik het wat breder hoor. Maar dat is dan wel de ervaring. We krijgen ze dadelijk wel 42 hele grote windmolens. Net over de grens. Dat heeft ook weer gevolgen voor de leefbaarheid. Dus dat soort dingen stapelen zich op. En dan zie je dat er weinig bemoeienis is. Dan lees je in de krant dat de samenwerking tussen Veendam en Pekela ook weer teruggedraaid wordt naar nul. Ja, dan kan ik me voorstellen van dat mensen zich in de steek dreigen te krijgen. Maar dan is het dus des te belangrijker dat we er samen voor gaan staan. En dat absoluut. We ook inzien dat zo'n instituut als het gevaarjaar weliswaar omvormt. Ja. Maar ook nog heel veel van de zorg juist dichtbij houdt waar het van belangrijk is. En er eten heel veel gezinnen als werkgever van het gevaarjaar. Het gevaarjaar die is, blonk altijd uit door haar oogklinieken. Zelfs nationale faam. Waar ik gewoon op hoop is, de Veenkolonie biedt ook heel veel kansen. Het is ook een heel uniek gebied. Precies. Het is voor Den Haag ook een heel interessant gebied. Hier kan je dingen experimenteren. Zelfrijdend vervoer zou hier kunnen. Dat moet je eigenlijk het eerst in dit gebied proberen. En dat geldt ook voor zorgconcepten. Probeer het hier maar eens uit en houd het gebied sterk. Zie het als kans. Maar dat betekent wel dat de bestuurlijke schouders eronder moeten worden gezet. Dat het colleges van Veendam en Pekela elkaar nu niet moeten loslaten. Maar moeten zeggen, als ze niet met z'n tweeën kunnen, gaan we het misschien eens een keer met z'n vieren doen. Misschien gaat dat wel lukken. Dat soort ontwikkelingen en signalen zijn heel erg belangrijk. Ja, het mag niet zo zijn dat het een soort Frans platteland wordt. Nee. Met verdere verpaupering. Dat is ook waanzinnig. Vorige week moest ik naar Rotterdam heen en weer rijden. En ik sta de hele tijd in de file. En dan denk je, dat moet je toch niet willen. Je gaat toch zorgen dat je vervoer, economie, wat spreidt. Dat heeft toch iedereen wat aan. Mensen in de Randstad toch ook. En het is voor mij moeilijk te begrijpen dat dat blijkbaar zo moeilijk van de grond komt. Ik vind het ook niet te begrijpen, of heel moeilijk, hè, want bij de ziekenhuiszorg speelt ook marktwerking. Het gaat ook om kwaliteit. Maar ik heb ook wel eens gezegd, chirurgen moeten dan zoveel handelingen plegen. Willen ze kwaliteit bieden. Als ik chauffeur ben, dan moet ik een paar uur auto rijden om het goed te kunnen doen. Maar ik hoef niet de hele dag auto te rijden. Want dan, het is de vraag of ik dan beter ga auto rijden. Maar er zitten ook productiebelangen gewoon achter. En ik vind dat Den Haag zeker op het grensgebied moet sturen. Ze zeggen dat ze een regiokabinet zijn. Nou, dat betekent met name dat je hier af en toe impulsen moet geven. Met name als het gaat om de gezondheidszorg, zodat het hier de kwaliteit overeind blijft. Ja. Dat zie ik ook veel te weinig gebeuren. Het kan niet zo zijn dat van het Triant onder dezelfde condities gevraagd wordt ziekenhuiszorg te bieden als in de plaats als Amsterdam. Je bent meer kosten kwijt aan vervoer. Je hebt voorzieningen te spreiden. Je hebt meer operatiekamers te onderhouden. Dan vind ik dat je dat niet alleen aan de markt kan overlaten. Dan moet je er gewoon bijsturen. Het VWS is overigens ook buitengewoon geïnteresseerd, hè, wat er nu in de zorg voor de regio gebeurt. Er is ook contact tot en met de minister. Ja. En die ziet dit juist als een van de regio's die nu vooraan loopt in het omvormen naar de nieuwe situatie, waarbij ziekenhuizen niet meer allemaal alles verrichten. Dat gebeurt natuurlijk al in de stad. In de stad is het wat makkelijker, want dan liggen er drie in het centrum en dan houden er twee met iets op en dan ligt die derde nog steeds voor je gevoel dichtbij. Mm-hmm. Overigens, ik heb bijvoorbeeld in Eindhoven gewerkt. Ik deed er van Veldhoven, het Jozef ziekenhuis, naar het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, 12 kilometer, net zo lang over als dat ik nu naar Emmen rijd. Mm-hmm. Want in de stad met alle stoplichten is dat een heel ander verhaal. Dat beseffen we ons ook wel eens niet, want dat is ook wel weer de luxe die we hier hebben. Maar het betekent dat we een omvorming moeten gaan inzetten. En VWS is buitengewoon geïnteresseerd, want er zijn natuurlijk meer laagstedelijke gebieden in Nederland die voor dezezelfde problemen staan. Ja. Kortom, er is nog veel werk te doen in ieder geval. We houden ook veel gesprekken aan tafel. Fijn, Frank, dat je in ieder geval kon aanschuiven. En mochten we nog een keer om opheldering willen vragen, dan zullen we je zeker weer uitnodigen. Jan-Willem, ook altijd dankjewel dat je wil aanschuiven. We zijn nog niet helemaal klaar, want voordat je aan tafel schoof, toen zei je nog van, we gaan ook nog even over korfbal hebben. Dat gaan we nog in ieder geval even doen. Dat is denk ik een belangrijke actualiteit, hè, van de afgelopen week. Heel belangrijk. En ik ken een aantal korfballers. Ja, dat klopt. Ja. Hoe gaat het daarmee? Nou, iedereen die de Dagblad van het Noorden heeft gelezen, ik raad ook aan gewoon krantenabonnee te blijven. Die heeft kunnen lezen dat de raad nu unaniem heeft gezegd dat de ruimte is voor de realisatie van de tijdelijke accommodatie. Dat moet de korfbalvereniging dan zelf financieren overigens. Ja. Een tijdelijke accommodatie?
Ja, totdat er een moment is dat er, meen ik, het hockeyveld verplaatst gaat worden. En dan krijg je weer de vraag aan de korfbalclub en aan de hockeyclub dat ze gaan participeren in het Noorderpoort. Hoe heeft de korfbalclub het tot nu toe gedaan dan? Ik heb me dat ook laten vertellen. Meesters heeft het ook gezegd, hè, de voorzitter, meen ik, een aantal weken geleden bij jou aan tafel. Ja. En ze hebben wel gebruik gemaakt van de kleedkamers. Ze hebben een heel klein hobbyhokje, een Dixie daar neergezet. Ja, en er is nu, de gemeenteraad heeft dit besluit nu genomen, maar ik voorspel je dat er over een aantal jaren er weer over gedebatteerd gaat worden. Dus toen gekozen voor het Noorderpoort, en ik heb dat zelf ook meegemaakt. Maar je merkt gewoon bij clubs als de hockeyclub en de korfbalclub, die hebben eigen identiteit, die hebben veel kinderen ook als lid. De korfbalclub ken ik ook wel goed, is de meest vriendelijke vereniging zo'n beetje die we hebben op het sportgebied binnen de gemeente Stadskanaal. Ja, het gaat dan ook om gunnen. Ik denk dat het goed is. Kijk, korfbalclub en gemeente hebben elkaar nodig. Voor een gemeente is het ook heel erg van belang dat haar verenigingsleven vitaal blijft. En als meesters, de vertegenwoordiger van de korfbalclub, zegt dat hij dalende inkomsten heeft en leden verliest. Ja, dan gaat het erom om met elkaar in gesprek te komen en te blijven. Ja. In de krant las ik dat er 30 gesprekken overheen zijn gegaan. Nou, dat is een teken aan de wand. Ja. Dat is heel erg jammer. Maar uiteindelijk staan er een gemeente en het verenigingsleven voor hetzelfde belang. De gemeente heeft baat bij sterke verenigingen, bij veel sportende kinderen. En de diversiteit van sporten ook. Ja. En de korfbalclub heeft gewoon ook sterke voorzieningen en sterke gemeenten nodig. Nou, Willem, dank je wel voor je verhaal, voor je visie ook. En graag tot de volgende keer. Graag gedaan. De boeren zijn inmiddels weer thuis, maar wat is er nu eigenlijk bereikt na een week van indrukwekkende acties? We kijken met Judith Jansen terug, maar we blikken ook vooruit. Chris Holman van Stichting Musa schuift aan en vertelt hierover. Maar we gaan eerst naar de agenda van zaterdag. Peter gaat ons vertellen of wij de paraplu ook nodig zijn van het weekend. Peter, welkom. Nou, wat denk je, Gea? Wat denk je? Het wordt weer nat dit weekend, echt waar. We krijgen weer veel regen. En afgelopen dagen is het al last van veel regen geweest. Er komt veel regen naar beneden. Er komt dat herfst weer. Dan heb je een beetje last van de extra regen. Betekent ook dat er goed weer is voor paddenstoelen. Want kijk maar even, hier in beeld. Paddenstoel, die zal op de golfbaan zitten in zo'n balletje. Precies in zo'n paddenstoel. Dat is toch wel uniek, hè? Ook bijzonder is de herfstbladeren momenteel. De bomen zijn heel mooi in kleur. En wat bijzonder deze foto is, dat je dus alleen maar één boom in kleur ziet. Heel bijzonder. Heb je nou ook zelf een mooie weerfoto? Stuur het even naar onze mailadres. En dan nemen we hem gewoon even mee. Goed het weer. Vanavond nog kans op bui. Temperatuur tot 11 tot 12 graden. Wat dat betreft een beetje fris, maar het gaat goed. Morgen droog, maar bewolkt. Ook 17 tot 18 graden. Zondag wat weer een regenachtige, miserig weer. Zo'n miserig regentje, weet je wel. En de rest van de week blijft een beetje wisselvallig. Eind volgende week waarschijnlijk weer zon. Dan gaan we richting 17, 18 graden weer. Dus één doe die zuur appel één. Het wordt goed. Het kan allemaal nog gebeuren. Wat dat betreft, goed weekend. Pas goed op jezelf. En ik zeg, mooi mooi. Dankjewel Peter. Tot de volgende keer. Inmiddels zijn aangeschoven Chris Holman en Judith Jansen. Welkom aan tafel. Hallo. Judith, welkom. Ja. Judith, de boeren. Ja. Ja, jij was bij de acties, geloof ik, van de boerenacties. Dat klopt. Waar was jij aanwezig? Ik was 1 oktober in Den Haag aanwezig. En daarnaast zijn wij afgelopen maandag in Assen geweest. En toevallig afgelopen woensdag weer naar Den Haag geweest. Omdat het toch wel weer nodig was om te gaan. En je was niet in Groningen? Nee. Dat is net iets te ver voor ons. Ja. En wij vonden Assen goed genoeg. Dat is meer voor ons. Ja. En heb je wel iets meegekregen van de deur?
Van de deur, ja, op televisie hebben we meegekeken inderdaad. Ja, ja, zeker. Ja, jij zegt ook even tussendoor, hè, van het was wel weer nodig om ook naar Den Haag te gaan. Ja, wij zijn 1 oktober in Den Haag geweest. En dan verwachten we toch wel dat Schouten iets gaat doen in ieder geval. En 4 oktober komt ze met een brief dat ons helemaal niet aanstaat. Dus toen zeiden wij van, er moet toch wel weer een actie komen. En dat hebben wij ook 1 oktober wel duidelijk gemaakt. Dat wij, als het niet verandert, komen we terug. En wat stond jullie niet aan in die brief? De sanering van de VO-drijf vooral. Ja. Ja. Dat ging te ver. En dus jullie zijn afgelopen maandag, dinsdag weer naar Den Haag gegaan? Woensdag en donderdag zijn woensdag we in Den Haag geweest. Ja, ja. Met de trekker? Nee, ik was zelf met de auto heen. Dat is ver zat met de trekker. Ja. Maar er waren hier inderdaad uit de buurt ook nog steeds weer mensen met trekker die kant op. Het is mooi om te zien dat er ook deze keer toch weer meer mensen waren als de vorige keer. Dan zie je ook leuk. Hoe zo'n eenheid dat het is, hè, de boeren. Zeker. Ja. En toch dat 76% van de Nederlandse bevolking gewoon echt achter de boeren staan. Hoe mooi is dit? Ja, ja, super. Hadden we zelf ook niet verwacht, denk ik. Nee. Ik denk dat door dit zien we dat wel. En ja, maar of de hele sector is heel breed. Hè. Er is heel veel bij gebaat, zeg maar. De bouw, de transport. En toch heeft iedereen elkaar nodig in dat opzicht. En dat is leuk om te zien. Ja, social media ging natuurlijk helemaal los in deze week als het gaat om de boeren. Heb je ook het gevoel dat mensen ook wel snapten waarom de boeren eigenlijk in actie kwamen? Ja, het is heel lastig om het uit te leggen aan een gewone burger, vind ik zelf. Maar ik denk dat ze wel uiteindelijk nu de nood wel zien, omdat we toch telkens weer opstappen en dan een keer naar Den Haag en dan naar de provinciehuizen. Maar waar ik op doel is dat ik hoor iemand zeggen van het is iets met stikstof, geloof ik. Ja. En daar blijft het dan een beetje bij. En dan gaat het gelijk weer over naar de acties en hoe indrukwekkend het is dat al die tractoren zeg maar op weg gaan naar Den Haag gaan. Maar moet uiteindelijk zeg maar de boodschap voor jullie niet uit de weg gaan, denk ik. Nee, dat is zeker zo. Wat is onze boodschap? Dat de stikstof niet alleen uit onze sector komt, maar dat het veel breder gedragen is. En dat wij niet als aan de schampen genageld moeten worden, dat wij degene zijn die het allemaal veroorzaken. We zien hoeveel wij al bezig zijn met stikstofreductie. Nou ja, om een klein stukje duidelijk te maken daarvan, in 84 kwam melkquotum. Daar werd 20% van ons te leveren melk afgepakt. In de jaren 90 kregen we dan de dierenaantallen. En sinds de jaren 90 hebben wij niet meer dierenaantallen in Nederland gehad als dat. En nou wordt er ook wel gekeken naar schaalvergroting. En schaalvergroting, dan denken we aan meer dieren. Maar voor nieuwe stallen of nieuwe plekken is er altijd een oudere boer of iemand anders die zijn bedrijf afzet of stopt en dan zijn dierrechten verkoopt. Dus er komen niet meer dieren. Maar in dat stukje van het verkopen, die stoppende boer heeft een stal wat ingericht is op minder emissie. Reductie als een nieuwe stal, omdat het opgelegd wordt vanuit de wet en regelgeving wat in de vergunningen meespeelt. Ja. Dus in dat stukje zijn we al heel druk met reduceren. Die koeien die krijgen, over de koeien, die zouden dan uiteindelijk op een betere stal komen. En alle aanpassingen die we daarbij doen, levert een heel groot deel stikstofreductie op. Dus hoe komt men erbij dat wij zoveel stikstof uitstoten? Ja, maar dat is inderdaad het heikel punt in een keer geweest. Gea benoemde het net al even, hè, over de provinciehuis natuurlijk in Groningen. Ja. Waar we natuurlijk allemaal wat van mee hebben gekregen. We gaan ook even naar het filmpje kijken. Zoek aten, hou het netjes, hou het rustig. Hou het rustig.
Graafschap. We zijn binnen. Er gaat dat veranderen. Geen zooitrappen. Ja, de boeren zijn boos. Hè? Ze voelden zich ook echt in de steek gelaten. En ik heb ook zoiets, wie komt er nou eigenlijk voor de boer op? Dat vragen wij ons soms ook wel eens af, ja. Wij hebben op dit moment, zien wij nog niet veel steun. Ja, de provinciehuizen naar Groningen dan niet. Maar Assen wel, die hebben gezegd van wij trekken onze regels in. Totdat wij met de boeren in gesprek zijn geweest en een beter plan kunnen maken. Ja. Maar als je dan ook ziet, als we in Den Haag zijn en er staat allemaal politici op podium die vertelt van wij willen er op die manier voor jullie zijn. Maar het is mooi dat ze dat vertellen, maar we hebben er nog niet veel van gezien. Net zoals dat Schouten dus 1 oktober er stond en 4 oktober met een brief komt die voor ons niet door de beugel kan. Nee, zeker niet. Nee. Dus eigenlijk is er nog niks opgelost? Nee, voor ons gezien niet. Ja, dat de regels ingetrokken zijn tot dusver en dat Schouten 1 december met een nieuw plan komt. Maar wat daarin gaat staan en wat voor regels we dan gaan krijgen, of we daarmee eens zijn, weten we ook nog niet. Maar er is dus tot 1 december moeten de boeren zich gewoon even rustig houden. Ja, weet ik niet zeker of we dat gaan doen. Nee. We hebben natuurlijk ook gezegd van als het niet anders wordt, gaan we weer die kant op. En zo standvastig zijn we wel. Dus ik weet niet hoe lang we het volhouden om thuis te blijven. Ja, actie voeren, dat kunnen jullie. Dat hebben we deze week ook gezien. Ja, we keken daar al even naar het filmpje van het provinciehuis. Een van de bekendste boeren afgelopen week is natuurlijk Sander van Edrichem. Ja. Hij heeft ook gezegd, ik heb er geen spijt van. Maar is hij een beetje een cultfiguur geworden voor jullie als actieheld? Of hoe moet ik dat zien? Ja, toch wel. Als je ziet, je is op Malieveld natuurlijk. Daar was hij degene die de hekken doorreed en als eerste daar op Malieveld stond. Wij hebben gewoon duidelijk met elkaar gezegd van wij willen naar dat Malieveld. Niet met 3 of 5 of 75 trekkers, nee, met z'n allen. We zijn 1 groep, we willen met z'n allen aankomen daar. Nou, dat heeft hij dus bij geholpen. En je ziet nou in Groningen dat de deur werd doorgeramd. Geramd, ik zie het als een tikje geven. Die man die reed niet hard, er was geen deur die kapot was. De media maakte het best heftig. Maar wij werden in Assen ontvangen met een open provinciehuis. Wij konden naar binnen, wij konden een kop koffie krijgen, een krentenbrood, gebruik maken van de toilet. En in Groningen werd het hele provinciehuis gewoon afgesloten. En nou, wat u net ook zag, de politie die zat erachter. Er ging zelfs uiteindelijk een man met een hoofdwond eruit. Ja, waar zijn we mee bezig? Als we zien dat we in Boksel worden de stallen bezet door dierenactivisten, politie grijpt niet in. Nee. En wij komen binnen in provinciehuis en we worden eruit geslagen, zeg maar. Kijk, wij als niet-boeren kijken naar de televisiebeelden, zien wat daar gebeurt. Chris Holman, het zal je ook niet ontgaan zijn, denk ik. Wat heb je ervan meegekregen deze week? Ik volg het op de voet. Ja, alles wat jij vertelt. En het is natuurlijk zo, de boeren die zijn echt... Ze hebben gelijk, want eerst moet alles grootschalig worden en dan hebben ze alles goed voor elkaar. En dan opeens moet alles weer kleinschalig, omdat het niet past in de regelgeving. Dat klopt niet helemaal. Nee. En ben je het ermee eens dat, hè, wat jullie ook zegt, van het wordt enorm aangedikt door social media. We zien juist dat stuk wat de boeren in het slechte daglicht brengen. Ja, dat weet ik niet. Misschien gebeurt dat wel een beetje. Maar ik denk wel dat alles van alle kanten wordt belicht. En elk verhaal heeft natuurlijk 2 kanten. Ja, en nu zegt u het ook, hè? Dat eigenlijk moeten ze gewoon even wachten tot 1 december. Denk je vind dat lang duren? Of? Nee, in de politiek duren processen lang. En ik vind ook dat je de politiek de tijd moet geven om na te denken en om nieuwe regelgeving te maken. Maar het is wel heel goed dat de boeren een punt gemaakt hebben. En daar is wel heel duidelijk mee. Ja. Ja, kijk, als ik daar even op mag inhaken. Ik zag van de week een interview met een boer uit Zeeland, geloof ik. Die ook zei van, ik blijf gewoon thuis. Want ik wil namelijk de mensen daar in Den Haag ook even de tijd geven om met de regelgeving bezig te kunnen. En om daarop aan te kunnen passen. Wat vind je van zijn reactie? Ook een oplossing, dat klopt zeker. Iedereen heeft tijd nodig om helder na te denken. Er worden op dit moment heel veel beslissingen gemaakt voor korte termijn. Hè? We kijken niet naar de toekomst. En dat is de laatste jaren in de agrarische sector heel veel gebeurd met de wet en regelgeving die opgesteld is. Wat u ook zegt net, we moeten eerst grootschalig en dan moeten we weer terug. Waar is ons lange termijn? Wat is onze toekomst, zeg maar? Waar mogen wij van uitgaan? En wachten, soms is dat goed. Soms geven mensen de tijd om echt na te denken. Maar 1 oktober hebben wij ons standpunt duidelijk gemaakt. 4 oktober komt er een brief. Dan vind ik dat wij 16 oktober gewoon weer terug moeten gaan. Omdat wij niet eens zijn met de brief. Tussendoor legt de provincie ons nog regels op waar we aan voldoen moeten. Ja, wij kunnen niet altijd maar buigen. Nee, je moet nog wachten tot 1 december.
Ja, dan komt Schouten met haar plan, inderdaad. Ja, dan komt met het plan. Ja, jullie willen gewoon je werk blijven doen. Dat zeker. Ja, en absoluut. En het stikstofprobleem, inderdaad, is voor ons allemaal. We moeten het allemaal samen oplossen en niet alleen de boeren. Maar hebben we een stikstofprobleem in Nederland? Nou, dat wordt er gezegd. Ja, dat wordt er gezegd. Maar de ijstijd hebben we ook gehad. En dat veranderde ook zomaar ineens in wat we, nou ja, waar we nu dus richting gaan. Ja. En die veranderingen, ik geloof niet dat het door stikstof, CO2 en dat soort dingen komt. En als we dan ook zien hoe klein Nederland is vergeleken met de rest van de wereld, wat willen we met elkaar hier dan oplossen? Ja, we zijn een vooroplopend land. En dan? Ja. We dragen veel kennis uit, dat zien we heel veel. Maar wij zijn niet degene die de wereld kunnen redden. Nee, nee, absoluut niet. Daar zijn we te klein voor. Maar Geer net ook al even aangeven, 76% van de bevolking heeft begrip voor jullie acties. Ja. Op zich is dat ook wel een steun in de rug, denk ik. Zeker, dat is heel mooi om te zien. Ook als je onderweg bent naar zo'n boerenprotest. Hoeveel mensen langs de weg al staan te kijken of een duimpje opsteken. Of gewoon even voordat je die kant op gaat, even een appje sturen van jongens, veel succes. We staan achter jullie. Ja. Dat is wel heel mooi om te zien. Ja, leuk. Mooi. Ja. We gaan van de boerenprotesten even naar de muziek, Chris. Ja. Hè? Ook een reden dat je aan tafel zit. Stichting MUSA. Wat kun je daarover vertellen? Ja, Stichting MUSA is 15 jaar geleden opgericht. Met als doel om muziek te verkopen. Aan ook vooral klassieke muziek. Aan mensen die niet altijd naar klassieke muziek luisteren. Maar we verbinden onze concerten ook aan goede doelen. Dus we proberen maatschappelijk betrokken te zijn met onze muziek, met onze concerten. Ja, jullie focus ligt vooral op koren, begrijp ik dat? Ja, zo is dat wel gegroeid. Ja. Ja. We organiseren elk jaar, elke anderhalf jaar, een groot project. Waarbij we mensen oproepen om mee te zingen. Ook boeren, burgers, buitenlui, iedereen. En zeggen, juist als mensen zeggen van ik kan niet zingen of ik heb niks met muziek. Kom eens kijken, kom eens luisteren. Dan zul je al heel gauw merken dat je aan kunt haken. En zoals ik al zei, we willen muziek verkopen. En dan binnen 10 minuten staat er iets rechtop, zeg maar. Dan wordt er echt gezongen vanuit het niets iets opbouwen. Ja. En dat is het mooie van op deze manier werken. Onze leden, eigenlijk moet ik spreken van deelnemers, die zijn vaak lid van andere koren, van andere verenigingen. En die komen bij ons 1 keer in de week op maandagavond zingen. Ja, we hebben ook een foto, daar kunnen we even naar kijken. Misschien dat je daar wat uitleg over kan geven, Chris. Ja, dit is een foto die is gemaakt met kerst. ja, mooi, oké. Okay. Afgelopen zondag hebben we 12 in dezelfde kerk mogen zingen. En hier zie je dus jongens en meisjes van verschillende leeftijden, dus mannen en vrouwen, oud en jong, door elkaar. Bij dit concert was geen orkest aanwezig, geloof ik, zoals ik dat zie. We worden begeleid door organist of door een piano. Ja, hier wordt volop gezongen, maar goed, deze foto heeft geen geluid bij zich, dat is jammer. Nee. Ja. Maar dit is wel een mooi plaatje, ja. Maar jullie hebben 2 belangrijke mijlpalen, hebben jullie? Ja, volgend jaar volgend hebben we twee belangrijke mijlpalen. Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Dat we 75 jaar in vrijheid leven. En Stichting MUSA bestaat 15 jaar. Nou, en dat zijn 2 dingen die samenkomen en dat willen we graag vieren. En dat vieren we op 1 november in Winschoten. En daar staat klassieke muziek op het programma, wat erg mooi is. We zingen het Requiem van Mozart. We zingen muziek van Bach en we zingen een heel mooi Joods lied. Winschoten is van oudsher een stad waar veel Joden hebben gewoond. Ja. En die ook in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. En 75 jaar leven in vrijheid, dat is wel iets, dat zag je ook op die foto net. Jong en oud willen we verbinden aan elkaar. En dat ook jonge mensen doorkrijgen dat onze maatschappij niet zomaar bestaat. En dat je daarvoor moet vechten, net zoals de boeren ook vechten voor hun bestaan. En dat we weten dat niet alles zomaar gebeurt. Alles is bevochten en niet zomaar verkregen. 75 jaar democratie. Dat vinden we belangrijke dingen. We volgen ook bij ons lustrum volgend jaar de doelstellingen die het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor ogen heeft. En dat is ook verbinden van jong en oud, doorgeven van de vrijheid. En dat doen wij door middel van muziek. Ja, ik las het comité van aanbeveling op jullie website. En daar stonden namen bij waarbij ik ook dacht van, god, dat is ook... zijn ook niet de eerste de beste. Hè? Ik zag de koning ertussen staan, hè, presentator criticus. Jan-Willem van der Kolk stond er ook tussen, maar ook Jurst de Vast, voormalig burgemeester van Stadsnaal. Ja. Wat maakt dat deze mensen betrokken zijn bij jullie stichting?
Nou, onze koren, onze projectkoren en onze stichting bestaat uit verschillende lagen van de samenleving. En dan is het fijn om een heel netwerk te hebben van mensen die ook beroepsmatig contact hebben met de verschillende lagen van de samenleving. Zoals Jan-Willem van der Kolk net ook heel duidelijk voor onze regio, voor onze streek opkomt. Zo'n projectkoor, zo'n project als wat we opzetten, dat staat niet los van zich. Dat is dienstbaar aan de maatschappij. En de namen die je nou net noemt, ja, dat zijn mensen die ook beroepshalve ontzettend veel voor de maatschappij hebben gedaan. Zo'n burgemeester, een ex-burgemeester, Jan-Willem van der Kolk, een schooldirecteur. Er zit van alles in. Ja. Zo breed mogelijk. Ja, ik las de naam van Henk Bleker, zag ik volgens mij ook nog klopt. Tussen staan. Het is heel divers wat jullie in het comité van aanbeveling hebben. 13 oktober was jullie laatste concert. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Ja, we hebben ontzettend veel plezier gehad. En dat zeg ik ook altijd. We zeggen van tevoren nooit succes, maar eigenlijk zeggen we veel plezier. Ja. En als wat fout gaat, dan gaat er wat fout. Dan lachen we met elkaar, maar we nemen wel het risico om iets moois op poten te zetten. En meestal gaat dat goed. En afgelopen zondag ging het ook erg goed. Ja. Ik ben erg trots op mijn koor, maar ook op de muzikanten. Bestond uit jonge mensen, studenten uit Groningen, Brazi, een studentenorkest. Professionele solisten, een groot koor met zangers, jong en oud. En als je dat samenvoegt, dan merk je wel, ik ben dirigent. En als dirigent heb je niet zoveel te zeggen. Dat denken mensen vaak wel. Maar alleen ben ik maar alleen. Ja. En kan ik geen muziek maken. Ik kan wel een liedje zingen. Maar één viool is één viool. En als je een heleboel samenvoegt, dan heb je een orkest. Ja. En als je een heleboel mensen samenvoegt, dan heb je een koor. Net als wat de boer ook. Eén boer heeft één trekker. Maar als je er een heleboel op het malieveld zet, dan heb je wat te zeggen. En dan gaan mensen naar je luisteren. En dat is afgelopen zondag ook naar ons gebeurd. Mensen hebben plezier gehad. Er is zelfs meegezongen nog in de kerk. Ja. Ik weet in ieder geval wie jullie kunnen uitnodigen. Als jullie, mochten jullie weer op Malieveld terechtkomen, dan er is ook ruimte voor muziek. Ja. Schijnt op Malieveld. Klopt, zeker. Dus je kunt zo een koor uitnodigen. Ja. Maar jullie zijn met een nieuw project. Zijn jullie bezig? Ja, dat is het project dat we volgend jaar mee voor het voetlicht treden. 75 jaar vrijheid. Ja. Dus een stijlvol programma samengesteld. En de rode draad in dat programma is Mag Me Zoos. Dat is een Joods lied. Heel emotioneel. Daar wordt eigenlijk bezongen waarom doen onze zielen zo pijn. En dat heeft dus ook rechtstreeks te maken met de Jodenvervolging. En dat is de rode draad in het concert. Daar worden alle andere onderdelen mee aan elkaar gezongen. Daar openen we mee, maar ook tussenstukjes. Het hoogtepunt van het concert is het Requiem van Mozart. En een Requiem, dat is in de katholieke eredienst een afscheidsmis voor de overledene. En het Requiem van Mozart is ontzettend bekend. Het wordt soms wel eens misbruikt. Ik hoorde bij de Europese kampioenschap voor voetbal een aantal jaren terug het Requiem van Mozart opeens voorbij komen in een reclamespotje met juichende mensen die. Maar daar is het stuk niet voor bedoeld. Daar had iemand zitten slapen en het is er weer uitgehaald. Maar het heeft heel veel. Tragiek heeft het. Tragiek, ja. Dus dat staat volgend jaar op het programma. Ja, mochten mensen nu denken van, hey, dat is wel wat voor mij. En dan? www.stichtingmusa.eu. Ja. En we repeteren elke maandagavond in de grote zaal van de Hegrank in Musselkanaal. En kom langs en ga eens kijken en probeer eens mee te doen. Of kijk eens hoe de sfeer is vooral. En we proberen er samen iets van te maken en dat gaat zeker lukken. We blijven jullie volgen. Heel goed. Heel graag. Succes met de voorbereidingen. Dankjewel. Judith, ik kan zeggen afwachten, maar gewoon weer lekker aan het werk. Zeker. We zien wel waar het naartoe gaat. Ja, het is nou even afwachten inderdaad. En we hopen gewoon dat, dat er juiste keuzes worden gemaakt. Dat onze generatie ook gewoon nog verder kan met het bedrijf wat Absoluut. We nu toe opgebouwd hebben. Want zonder de boeren kunnen we gewoon niet. Nee, Nederland kan niet zonder boeren. Mooie afsluiter. Ja. Dankjewel Judith voor je tijd. Dankjewel. We gaan verder met de agenda voor zondag.
En we gaan verder met Josien met muziek. Wanneer ik opstond, een gloed naar je dag. Weer naar je kansen, begon met een laag. Maar als het echt, echt in teen zit, dan denk ik aan me en begin opnij. Loop ik naar boven en kijk omhoog. De regendruppels valt neer, nee, blijf nooit dreugen. Maar ik blijf altijd, altijd positief. Want ja, wat weet, komt er straks nog een regenboog. Het is toen nooit, en nooit een dag van doren. En alles om niet, gooit telkens mis. Denk dan aan dit ooit, en vergeet het lachen nooit. De ring is stopt, dus ik pak mijn fietsen en fiets erop los. Maar ik haat die steine zijn, de bult op mijn kop, zo wel overwijn. Het is toen ooit, en nooit een dag van doren. En alles om niet, gooit telkens mis. Denk dan aan dit ooit, en vergeet het lachen nooit. Denk dan aan dit ooit, en vergeet het lachen nooit. Soms opereren, humeur kan nooit stukend. Elke dag dat ik leef, heb ik zo'n geluk. Ik had nooit, nooit zo mijn dag van doren. Maar dan denk ik aan dit luid. Wacht, wat is dat voor geluid? De mijn bedden zakt. Josie, prachtig. Dank u wel. Wederom in het Gronings Starks schuif je bij ons aan tafel. In het Gronings? Jazeker. Goud, dan we dat. Na de brand van vorig jaar zijn alle goederen verloren gegaan. Maar inmiddels is de ruilgoederenbank in Nieuwbuinen heropend op een andere locatie. Angelique Smit van welzijnorganisatie Anders schuift aan. Maar we gaan nu eerst naar het randgesprek. Het randgesprek. Het wekelijkse item in de show 1 op vrijdag. Deze keer is Gert-Jan in gesprek met... Zo. Goedemorgen, Sonja. Goedemorgen. Welkom in het randgesprek. Om gelijk met de deur in huis te vallen. Hè. Je hebt een atelier in Gietenveen. Dan stel ik maar een hele grote boerderij voor met ontzettend veel ruimte waar een heleboel kunst staat. Het is een klein boerderijtje. Eigenlijk het kleinste van de hele straat. Maar wel met een hele grote tuin en heel veel ruimte. En over kunst staat vind ik altijd een ingewikkelde. Want wie bepaalt wat het kunst is. Maar er staat heel veel werk en heel veel dingen van mij en van vrienden van me. Wat we dan een soort omruilen. Die hebben iets moois gemaakt, dan heb ik iets gemaakt. En dan wissel je het in bij elkaar. Is dit het gebied waar je opgegroeid bent? Kom je hier vandaan of niet? Nee, ik kom uit Roelevaresveen. Dus dat ligt bij Leiden. En over allerlei zwervingen van Nederland had ik besloten. Ik wil een boerderijtje hebben met een mooi stuk grond en rust en ruimte. En toen zijn we hier beland. Gietenveen. Hoe lang woon je hier nu? Bijna 5 jaar. Ja. Nou,
zouden kijken kunnen denken, atelier, maar dat is dan, hè, is mij nog een te breed begrip. Waar moeten we aan denken? Is het beeldende kunst? Wat doe je vooral in je atelier? Ik ben fotograaf en ik zie het een beetje in de ruimste zin des woords. Dus ik fotografeer sowieso. Maar daarnaast probeer ik zoveel mogelijk te doen wat aan fotografie gelieerd is. Dus dat kunnen collages zijn, dat kunnen zelfs 3D-objecten zijn die ik uit foto's maak. Dus een beetje de grenzen van de fotografie opzoeken. Ja. Je noemde je net, toen we even in een voorgesprek zaten, een van de minst commerciële mensen die er bestaat. Kun je dat uitleggen? Want nu gaan we het over je vak hebben. Nou, ik vind het heel moeilijk, zeker bij iets als beeldende kunst, maar ook bij fotografie, om daar een prijskaartje aan te hangen. Want tegenwoordig, heel veel mensen hebben een hele goede camera en maken hele mooie foto's. Vooral digitaal, omdat je 100 foto's kan maken. Dus er zit altijd wel een mooie foto tussen. En dan denk ik, ja, dan die ene foto van mij, waarom is die dan zoveel waard als die van een ander? En dat vind ik heel ingewikkeld. Dus voor mij gaat het altijd meer andersom. Wat heeft iemand over om aan mij te geven om datgene wat ik te vertellen heb of gemaakt heb? Wat is dat waard voor een ander? Dat is eigenlijk best wel heel erg lastig, want we wonen in een gebied waar de mensen over het algemeen best wel heel erg bescheiden zijn. Dus ik kan me voorstellen dat niet elke dag de mens bij jou aan de deur staat en zegt van kijk eens wat ik gemaakt heb. Nou, als ik de deuren openzet en ik ga met mensen praten, komt dat wel los. Dat vind ik juist ook heel leuk. Dat wat mensen maar ook, dan komt dus ook die gunfactor. Wat je zegt ook, we wonen hier in een gebied waar niet heel veel mensen of veel te makken hebben of veel dingen doen. Maar daardoor vind ik het dus ook heel waardevol. Ik vind soms bijvoorbeeld als hier iemand mij €5 geeft, omdat dat hetgeen is wat hij die week te besteden heeft, omdat hij iets echt mooi vindt, vind ik dus waardevoller als iemand die een duur auto rijdt en me €100 geeft voor hetzelfde. Snap je? Ja. Dat is die verhouding. Hoe wordt dat ervaren als je dat zo zegt op deze manier? Want ja, hoe je het ook wel of keert, als we aan een galerij denken of atelier, dan hebben we ook snel het gevoel dat we moeten betalen voor het werk wat daar hangt of ligt. Want dat, zo zijn we een beetje ingesteld. En jij zegt eigenlijk precies het omgekeerde. Nou, het wordt natuurlijk als ik in een verkoopgalerie hang, heb ik gewoon een vaste prijs hoor. Maar dat is een beetje, ik noem dat steeds eenmalige kortingen, zoals ik dat met mensen afleg. Want je moet dus een prijs hebben en ik ben degene die dan de korting geeft. Maar het wordt altijd wel gewaardeerd, omdat juist degene die weinig te besteden hebben, die hebben net zoveel recht om iets moois in huis te hebben als iemand die een hele dikke portemonnee heeft. En het feit dat je zo met meedenkt, dan, ja, dan komt de gunfactor. Mensen vinden dat ook heel leuk. En ik denk ook, als jij iets aan je muur hangt, waarvan jij met de maker of hoe je het gekocht hebt, heb je een mooi verhaal bij. En je krijgt daar een warm gevoel bij. Dan vind je het ook automatisch 10 keer mooier. Als dat je denkt, nou ik heb dit gekocht, maar wat een etter was dat zeg. Ja. Dan wil je er ook vanaf. Ja. Dus snap je, ik denk dat je zo juist met kunst moet omgaan. Nu de volgende stap, je hebt mensen enthousiast gekregen om naar jou toe te gaan. Ze hebben de zelfverzekerdheid gevonden om hun werk aan jou te laten zien. Hoe komen ze bij jou terecht? Ik doe altijd, ik weet niet hoeveel last jullie hebben in ieder geval van omgevingsgeluid. Dus, maar ik, zodra er een open atelierroute is, doe ik altijd aan mee. Dus daar staan gewoon de deuren sowieso open. En als mensen willen, kunnen ze of met mij contact komen en ik ben heel makkelijk, kom maar gewoon binnen als ik tijd heb en als ik ben. Dus ik vind het heel, ja, ik heb geen openingstijden, dus je komt niet bij mij, oh het is vanaf nu tot nu open. Maar alle mogelijkheden om de deuren open te zetten, die zijn open. Ja. We hebben nu even een tijdje gesproken over jouw atelier. Nou heb ik je ontmoet tijdens het Pagenfestival. Daar stond jij helemaal niet met je beeldende kunst in een kraampje. Nee, ik blijf een beetje weer toch weer vanuit dezelfde insteek. Wat ik heel mooi vond van het Pagenfestival, daar ben ik bij benaderd. Dat is omdat het een gratis festival is voor mensen. Precies met dezelfde insteek zoals ik eigenlijk ook werk. Van, ja. Kom maar. En ze hadden mij gevraagd of ik wilde de beeldende kunst en het theater wilde ondersteunen. En ja, dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Ik vind, voor mij is het ook heel leuk om te netwerken, want je komt dan gewoon weer nieuwe contacten tegen. Dus dat was mijn taak, dat ik toch een beetje help met de ondersteuning voor de beeldende kunst. Ja, je doet coördinatieaspecten, om het zo maar te zeggen. Ja, de eerste was eigenlijk een soort snuffelstage. De eerste keer van kijk, past het mij en andersom pas ik hun, want het werkt twee kanten op. En nu is me wel, dat is mij bevallen en het is andersom, de organisatie is, ben ik ook bevallen, dus nu gaan we daarin verder. Was dit je eerste jaar? Dat was mijn eerste jaar, ja. Ja, dus het is je goed bevallen. Dat betekent dat we je volgend jaar dus weer zien op het Pagenfestival in een coördinerende rol.
En misschien dat ik ook af en toe eens een keer wat van mijn eigen werk laat zien. Dat kan. Maar grote kans van niet, omdat ik... Het zijn echt twee andere mindsets, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik kan niet met die pet op en dan ook nog een keer met mijn eigen werk er rondlopen. Dat word ik in de war van. Dat trek ik niet. Ja. Tot slot heb ik eigenlijk nog één vraag wat weer betrekking heeft op je atelier. Maar misschien is die ook wel retorisch, maar heb je openingstijden aan je atelier? Ik heb geen openingstijden aan mijn atelier, maar dat tegelijkertijd wil het zeggen dat ik altijd open ben. Dus je kan me gewoon contacten via of Facebook of via mijn website. Staat ook mijn telefoonnummer en een e-mail op. En als mensen gewoon zeggen, joh, ik heb dan en dan tijd, kan ik even langskomen. Dat werkt dus altijd. Dus ook al is. Dus daarmee, ik heb geen openingstijden, maar het is altijd open. Ik ga volgend jaar graag eens weer met je in gesprek. En na het Pagenfestival, om te kijken hoe jouw coördinerende rol beter bevallen is. Oké. Dankjewel voor je gesprek. Dankjewel. En we gaan direct door met social media met Hielke. Ja, dank jullie wel. Ja, sociale media. Het is enorm lastig soms, want je krijgt vaak, ook wij, te maken met kritiek. Niet alleen wij, ook onze collega's van RTV Noord kregen kritiek. Kijk maar eens mee. Leer toch eens schrijven als journalist, zei iemand. En die reactie, die vond ik wel echt heel goed. Namelijk, PS, nou dat is niet zo belangrijk. PS, schrijffouten is één woord. Goed bezig daar op de social media redactie van onze collega's, toppetjes. Ik vind ook dat wij meer zo'n mentaliteit moeten nemen. Niks mis mee. Dan, deze week werd behalve boeren ook weer gedomineerd door klimaatactivisten die ook de straat op gingen. Twee activisten gingen niet zomaar alleen de straat op, maar die gingen ook hangen aan een brug. En één iemand was daar niet zo blij mee. En daar komt nummer 2. Nummer 2, ja. Hoppla. Zo'n spijkerbroek hangen, maar dat ja, was. Ja, dat is trouwens de grachten van Amsterdam was dit. En ik weet niet of jullie het weten, maar dat is echt heel erg vies water. Ja. Het is niet aan te raden om daarin te gaan zwemmen, mensen. Goed. Ik heb trouwens op Facebook iets gezien. En dat is echt het perfecte bedrijfsuitje. En ook het perfecte familieuitje voor als je een keer klaar bent met bowlen of met kaarten. Of met weet ik veel, uit eten gaan met z'n allen. Dus dan moet je echt dit eens doen. Zo, lekker. Ook zo'n poprol. Oké, jongens, RTV 1. Een vrijdag bedrijfsuitje volgend jaar in de zomer. Ik wil wel mijn eigen stoel. Ik pas. Ik ga niet mee. Nee, dat vind ik spelbrekerij. Ja. Dat gaan we gewoon met z'n allen doen. Het wordt gefilmd, dus dat wordt heel erg leuk. Kaarten zijn al besteld, dus niks aan de hand. Dus dat is voor volgend jaar. Goed, na al dit heftige werk is ook iets tijd voor iets hartverwarmends. Namelijk, een opa bouwde wel een heel leuk speeltje voor de kleinkinderen in de achtertuin. Ik hoorde Gert-Jan trouwens net zeggen, er zit geen loop in. Ja, weet je, misschien, ik weet niet, jij krijgt toch een kind straks? Ik weet niet wat jij gaat doen met het speel. Ja, dus ik wou me bij deze ook even afmelden voor het teamhuis. Ja, ja, daarom. Maar ik weet, ja, nee. Kijk, een loop mag je best maken. Misschien moet, als iemand dat wil doen, dan wil je nou ook zo'n achtbaan maken. Maak je er een loop in, stuur dat dan even naar ons op, want dat willen we natuurlijk wel even zien. Goed, dan gaan we
snel over naar onze nieuwe vaste rubriek. Zet je eigen beperking voor schut. They're playing basketball. Your short stuff. All around me are familiar faces. Worn out. Ik snap trouwens absoluut niet wat die grappig aan is. Het is echt helemaal niet grappig. Het is gewoon ongelooflijk pijnlijk. Het is ook heel herkenbaar. Het is heel herkenbaar, dus goed. Ik heb nooit kunnen basketballen. Dan is het nu tijd voor de social media box. En die staat, zoals elke week, aan die kant. Ja, ik pak hem er al even weer bij. Gea, aan jou weer de heer. Het lingo-gevoel. Lingo. Nummer 80. Kijken wat er onder nummer 80 zit. De trampoline kan ook goed gaan. 2, 1. Heb je thuis nou irritante, puberende kinderen? Koop een trampoline en gooi ze gewoon over de schutting bij de buren. Ja, dus zo kom je vanzelf. Goed, heb je thuis nou ook zoiets leuks gezien? Stuur het dan vooral naar studio@rtv1.nl. En wie weet zie je het hier op dit beeldscherm wel weer terug. Je kunt ons natuurlijk ook gewoon volgen via YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Want we zijn overal. En dan zie ik jullie graag volgende week. Dankjewel, Hielke. We hebben in ieder geval veel wat afgelachen met Josien en Angelique. Ja, leuk is dat, in social media. Ja, supermooi. Al die filmpjes te zien. Ja, geweldig. Ja. We beginnen met jou, Angelique. Angelique, welkom. Nou, dankjewel. Kun jij vertellen, de ruilgoederenbank, wat is dat? De ruilgoederenbank. We hebben binnen de gemeente Borgerodoorn 2 locaties. Eén is aan de Industrieweg in Nieuwbuinen en één is aan de Boekweidstraat in Tweede Exloomond. En wat het eigenlijk is, je kan het eigenlijk wel een beetje vergelijken met een soort kringloopwinkel. Er zijn heel veel goederen en met name veel kleding, meubelen, huishoudelijke artikelen, speelgoed. En wij hebben in onze gemeente een aantal huishoudens die van een minima moeten leven. En dat valt niet altijd mee. Nee. Dus dan is het mooi dat deze mensen, die kunnen met een pasje naar de ruilgoederenbanken en dan kunnen zij kosteloos spullen halen. En we zien met name dat dat veel gaat om kleding, om schoenen, af en toe wat speelgoed, maar ook bedden. Dus ze kunnen, zeg maar, op vertoon van het pasje kunnen zij daar goederen halen. En wat wij dan wel graag zouden willen is dat ze daar ook iets voor terug doen. Dus het zou best kunnen zijn dat mevrouw Jans op nummer 13... door een heupoperatie even niet haar medicijnen kan halen, maar dat je dan even de medicijnen gaat halen, of dat je een boodschapje doet voor iemand, of wellicht een schilderijtje kan ophangen. En dus het kan best zo zijn dat je op een bepaald stuk iets van ondersteuning nodig bent, maar daarnaast kan je ook nog iets betekenen voor een ander. Hoe kom je erachter dat het is een stuk participatie natuurlijk wat je inzet. Ja. Hoe kom je erachter dat hieraan wordt voldaan? Hoe reageren mensen daarop? Bedoel je de mensen die daar naartoe gaan? Of? Ja, hoe weet je dat ze daar zich wel voor wil laten inzetten? De vrijwilligers. Ja. Want wij werken inderdaad, als we kijken naar Nieuwbuinen, zijn ze ongeveer 20 vrijwilligers die daar ontzettend mooi werk verrichten. En dat zijn soms ook mensen die door lichamelijke klachten of geestelijke klachten niet een betaalde baan kunnen krijgen of nog niet een betaalde baan kunnen krijgen. En ook deze mensen willen graag van betekenis zijn voor iemand. Ja. Dus die gaan de mouwen omhoog en die maken daar iets prachtigs van. Zo hebben we gisteren een heropening gehad van de ruilgoederenbank in Nieuwbuinen. Nou, en dan wordt er met man en macht gewerkt, want dat moet er super uitzien. En ja, daar zijn ze trots op met elkaar. Het is van hun. Het is van hun. Ja en absoluut. En van het dorp. Ja. Gisteren hebben jullie dus de opening gehad. Dat klopt. Maar jullie zaten eerst op een andere locatie. Ja. Jullie zaten eerst op het eiland. Ja, dat klopt. Dus door brand is dat helemaal een beetje verwoest eigenlijk. Ja. En waar zitten jullie nu? We zitten nu aan de Industrieweg in Nieuwbuinen. En hoe was de opening gisteren? De opening was mooi, was bijzonder, ja. Veel opkomst? Veel opkomst. En je ziet ook wel, als je dan na die tijd even met de mensen kletst, zeg je, jeetje, wat een delegatie. En ik ben blij dat iedereen weer weg is en dat het gewoon weer van ons is. Ja. Maar er zit ook een trots gevoel van, kijk eens even, dat is ons toch gelukt met elkaar. Want het was best spannend, want we hebben vorig jaar brand gehad. Het was in november. En het was zoeken met elkaar. En van waar kunnen we naartoe? Want vind maar eens een pand die leeg staat, waar je ook nog die je kan huren voor een bepaalde periode. En er worden veel mensen die doen een beroep op de kleding. Dus we wilden dat graag in stand houden. Zo hebben we een hele periode, tot en met juni, hebben we de kledinguitgifte gedaan in het MFA in Nieuwbuinen.
En dan gingen ze iedere dag, of iedere keer als ze dat hadden, dan werden de dozen weer bij iemand uit de schuur gehaald. Er werd de kleding helemaal weer op rekjes gehangen. Maar er werd zoveel gehaald dat het gewoon belangrijk was om dat door te laten gaan. Ja. En hoe komen jullie aan die spullen? Nou, mensen in onze gemeente kunnen goederen brengen. En dan wordt het gesorteerd, er wordt gekeken, zijn dat nog bruikbare spullen? En kunnen we dat nog een tweede leven geven? Dus dat op die manier komen goederen bij ons binnen. Waar wordt het gesorteerd? Dat is in Nieuwbaarden dan ook, bij onze rouwgoederenbank in het Tweede Exloomond. En het zijn ook niet alleen maar goederen wat daar binnenkomt. Maar we hebben ook een kleine werkplaats. En in die werkplaats doen we ook wel fietsreparaties voor deze mensen. Maar ook een soort van repaircafé. En dus als je een huishoudelijk apparaat stuk hebt, maar die is nog wel te repareren, dan doen we dat daar ook. Maar als je bijvoorbeeld een bepaald tuingereedschap niet hebt, maar je wilt dat toch wel graag gebruiken, dan kan je dat bij ons lenen. Ja. Dus het is niet alleen maar het goederen halen en daar een wederdienst voor doen, maar je kunt daar nog voor meerdere dingen terecht. Dus als iemand een beetje creatief is of zo, die kan bijvoorbeeld ook een radio of een broodrooster even repareren of in elkaar zetten. Absoluut, ja. Het is heel laagdrempelig. Leuk. Het is heel laagdrempelig, ja. Je had het net ook over die wederprestatie, hè? Maar hoe weet je dat mevrouw van nummer 13 de medicatie niet kan halen? Nou, en dat heeft heel erg te maken, als we kijken vanuit welzijnsorganisatie, hebben we ook opbouwwerkers in dienst. En die opbouwwerkers die komen veel in onze dorpen en die zijn met mensen in gesprek. Maar we hebben ook de sociale teams in onze gemeente, waar veel individuele hulpverlening wordt geboden. En daar halen we wel met elkaar vragen op. Van, goh, wat zouden we nou voorliggend, laagdrempelig met elkaar kunnen oplossen op deze manier? Ja. En ook de mensen die daar weer goederen komen halen, zouden ook best een vraag kunnen hebben. Of kennen iemand in hun netwerk waarvan ze denken, hey, god, mijn oma die kan dat eigenlijk niet doen. Maar zouden we dan, zou iemand dat kunnen doen voor mijn oma? Ja. Ja. We hebben ook een filmpje, daar kunnen we nog wel even naar kijken. Oh ja. Dat is van vorig jaar. Ja. Als jij zegt, hè, dat de mensen zo betrokken zijn, dan sloeg dit in als een bom. Mensen waren kapot. Ja. Ja. Die keken 's nachts uit hun raam en die wonen daar dichtbij. En die dachten, wat gebeurt er hier? En dan is het maar een app op de groepsapp en iedereen staat daar 's nachts. Ja. Yes. En iedereen wil eigenlijk die kleding redden, want daarmee helpen ze zoveel andere mensen. Mm-hmm. Ja, dat is echt, dat is hartverscheurend. Was je erbij de volgende dag? Ja, je was daar 's morgens direct bij. Ja. Ja, dan is het eerst een kwestie van de mensen opvangen, denk ik. Dat vooral. Daar gaat ook heel veel werk in zitten. Nou ja, je ziet dat deze mensen van betekenis willen zijn voor andere mensen. Dus ze willen inderdaad die goederen redden. Maar het is voor hun ook betekenisvol. Het biedt hun bepaalde dagstructuur, maar ook hun netwerk zit daar. Dus het is niet alleen iets betekenen voor een ander, maar het is ook zo betekenisvol voor deze mensen. Ja, uiteraard identiteit vergrotend. Ja. En dat zie je dan in 2 uur ook letterlijk er ook opgaan. Ja, absoluut. Maar in die tussenperiode van de brand en nu, waar hebben jullie toen gezeten? Nou, wat we hebben gedaan, dus we hadden dus geen grote locatie om al onze goederen. We hadden eigenlijk ook heel weinig goederen, want dat mochten we niet meer gebruiken, omdat we te veel schade aan de goederen was. Maar wat we wel hebben gedaan is overal geflyerd van, goh, mensen, hebben jullie kleding? Want daar is veel vraag naar. En dan gingen we in de MFA-gebouw 1 keer in de 3 weken op vrijdagochtend hadden we uitgifte. En dan waren vrijwilligers zo druk, die gingen echt dozen vol 's morgens in onze vrachtautootje doen. En die gingen daar de kleding uit stallen. En dat ging om 1 uur weer allemaal in de dozen mee terug. En zo deden ze dat met elkaar tot juni. En toen zijn wij naar de industrie weggegaan. Ja. Het was het keihard werken. Het was keihard werken. Gisteren de heropening. Zo is dat. Veel trots, veel blije gezichten waarschijnlijk. Ja. Nou, het is fijn dat er weer een nieuwe gekomen is. Ja, fijn dat je daarover wilde uitleggen. Je gooit van het Nederlands over in het Grunners. Ja, hebben we toch al gezegd. Hebben we gewoon toch proberen. En toen zei het al van, ik antwoord wel in het Gronings, maar ik kan ook een beetje in het Nederlands. Ja, wat helemaal niet doet. Het zingt dus wel in het Grunners. Ja, klopt. Wat komt voor wie? Ik was de afsluiting van de Grunnige Weken down in Meert. Ja. En sindsdien heb ik grunnige liedjes gemaakt. In Meert dit jaar? Ja. Dus ben je eigenlijk nog maar net bezig met grunnige liedjes? Ja, eigenlijk wel. En daarvoor dan? Daarvoor deed ik Engels en Nederlands. Maar zingst nou alleen nog maar grunners?
Ook wel Engels. Daar ook ja, wel ook maar wel de vrolg is ook Grunners, zeg maar. Maar het is, we hebben natuurlijk al meerdere artiesten gehad die natuurlijk in het Grunners ging zingen. Ja. Maar daar waren een stukje ouder dan doe best. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben nog maar 15. Ja. dat zus gewoon uit zoveel. Nee, dat klopt. Nee. Maar het is, ik vind het zelf ook mooi dat een beetje jeugd ook weer een beetje Grunners moet leren eigenlijk. Dat vind ik belangrijk eigenlijk. Hoe wordt erop gereageerd? Ze vinden allemaal hartstikke mooi. Ja? Ja, ze denken altijd, best nog maar 15. Ja. Ja. Ja, alleen eigenlijk ook al omdat het gewoon Grunners die luidjes zingt. Dat denk ik al bijvoorbeeld dat ze al wat ouder wist eigenlijk. Dat denk ik, ja. Maar volgens mij, dat eerste nummer was een cover. Daar heb je volgens mij gewoon in het Grunners een beetje die eigen tekst aan hebben. Klopt, ik heb hem verteld. Ja, ik heb ook wel zelf liedjes geschreven. Maar ik heb ook dus inderdaad vertaald. En nieuwe tekst opgemaakt. Ja, en veel optredens of niet? De laatste tijd wel. Zo binnen elke week waard. Ja, maar waar zit ze dan bijvoorbeeld? Ja, bij feestjes, bij... Evenement een beetje met borrel met de buren ben ik nog laatst geweest. Met de band Little Cash mocht ik toen mee zingen. Allemaal dat soort leuke dingen. Dat is Christophe ook hier betrokken, ja, of niet? Klopt. Is dat met hem zong of nooit? Met borrel met de buren heb ik dus. Met ja, maar Christophe zingt ook aan het Grunners. Ja, klopt. Ja, wat vond jij ervan? Ik vind het geweldig. Ja. Ik ook, ik vind het geweldig. Met ik vond het geweldig. Ja, die Nolens ben ook hartstikke trots. Hij ben er ook en zit nu in de kantine. Ja. En die zit vast met een big smile te kijken. Dat denk en ik. Lusten, Noordie. En, maar wist ook wel al bij andere radiostations West, of niet? Ik ben bij Noordwest, bij RTV Noord. Ben ik ook bij Café Martini. Op zaterdagmiddag? Ja, ik weet nooit meer welke dag het was. Maar ja, en ook wel in Veendam, bij RTV 1. Ja. En van alles nog wat. En bij Radio Westerwolde, in Vlagwedde. In mijn dorp. En nou ben je hier, bij ons in de studio. Er is al twee luidjes zong. Ja. Wat is de dader daar zo straks goed zingen? Mien Westerwolde. Mien Westerwolde. Mm-hmm. En is dat de einde van die zelf? Nee, die is van de Conor Linnets, Come After the Storm. En die heb ik een nieuwe tekst op moet. Mooi, gewoon straks nog lusten. Ja. Ging toch in het Grunners, Josien, hè? Ja, goud, hè? Mooi. Hartstikke goud. Ja. Succes. Ja, wat hebben we in het programma staan nu? Wij gaan naar het nieuws. Naar het nieuws. Met René. Die is nog onderweg. René komt eraan. In het Nederlands of in het Gronings? We proberen het Gronings voor de ogen. Nee, gewoon in het Nederlands. Er worden binnenkort nog meer obstakels geplaatst op de Zuidwending tussen de Tonkelweg en de rotonde met de N367. Dat is de belangrijkste toezegging die de provincie Groningen woensdagavond heeft gedaan tijdens een gesprek met de inwoners. Het verkeer maakt gebruik van de Zuidwending als sluiproute in verband met de werkzaamheden aan de N366. De gemeente Veendam wil niet langer ambtelijk samenwerken met de gemeente Pekela. Ambtenaren werken nu nog voor beide gemeenten in de organisatie De Compagnie, maar die manier van werken ziet Veendam niet langer zitten. Het gaat om een voorgenomen besluit van de gemeente Veendam dat dinsdagmiddag is voorgelegd aan de gemeente Pekela. Bij De Compagnie werken 320 mensen. Zij zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het nieuws. Bij een verkeersongeval op de Continentenlaan in Stadskanaal zijn dinsdagavond twee auto's beschadigd geraakt. Door een onbekende oorzaak botste een van de auto's op zijn tegenligger. Niemand raakte gewond. Wel zijn beide voertuigen met een afgebroken wielophanging afgesleept. Dit was het nieuws voor vandaag. Check onze website rtv1.nl. Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter. En u kunt altijd een berichtje sturen naar studio@rtv1.nl. Dus ik zal zeggen, tot volgende week. Mooi. Nou, tot volgende week, René. Ja, tot volgende week. We gaan weer verder in het Nederlands, want we gaan verder met de agenda voor de rest van de week. We'll be right back.
En Josien zit klaar voor een prachtig Gronings lied, Mien Westerwolde. Westerwolde, het mooiste steen van het land. Het prachtige Westerwolde, dichtbij de Duitse rand. Ik gooi echt nooit meer voor het hier, maar als het echt moet, kom ik wel weer terug, anders gooi ik echt kapot. Akkers worden bewaakt. Als gaas lang genoeg is, de groene koeien weer het land. Oh, ik heb weer niks te kloon. Je maakt me altijd vroeg. Het is het begin met de wolk. Wonen, ben zo tevreden. En als we je vroegen, dan zingen ze Westerwolde, dat is mooiste steen. Oh, ik heb weer niks te kloon. Je maakt me altijd vroeg. Het is het begin Westerwolde. Met Westerwolde. Je hoort sterk voor mij nooit zo nauw. Ik ben wies met Westerwolde. Dankjewel. Hoe ging het? Gouden. Gouden, hè? Ja. Prachtig. Dat is mooi, draai nummers door. Prachtig. Super. Hoe kunnen ze die volgen, Josien? Ik zit wel op Facebook, gewoon Josien Bakker. Ik zit op YouTube, ik zit overal op Instagram. Gewoon liken. Gewoon Josien Bakker. Goed zo. Dit was het weer voor vandaag. Dank jullie wel voor het kijken en tot volgende week. En we hebben natuurlijk maandag in op maandag vanaf 7 uur. Tot volgende week. Goed weekend. Doeg.